Ja, welkom bij de Boxkeeper Plays. Hartstikke leuk dat je kijkt. Die abonnees van harte welkom. En super stoer dat je je in hebt geschreven op het kanaal Boxkeeper Plays. Hartstikke leuk dat je kijkt. Ja, ja. Ik heb nou wat gekocht. Ik zal eerst even uiteraard jullie ontzettend blij maken. Wie heb ik vandaag in de house? Ik heb Lanitro die zijn kat aan het eten geven. Ik heb Sasser in de house. Ik heb Vixels en ik heb Rags. Guys, hallo. Yo. Hey ja. Nou, je hoort het. Volle bak, we zitten eigenlijk nog op een aantal mensen te wachten. Maar ja, je weet het hè, Frank, die laat niet op zich wachten. Die komt wanneer die komt. En ondertussen kan ik je even een heel leuk verhaal vertellen over het apparaatje wat ik hier in mijn hand heb. Ik laat hem even zien. Het is een apparaatje wat ik heb gekocht bij de, bij de Ipsen. En voor de mensen die niet weten wat de Ipsen is. De Ipsen, dat zijn geestelijk gehandicapte mensen. En die, die hadden dus het een en ander te koop of zelf gemaakt of weet je wel. En daar heb ik dit apparaatje gekocht. Ik zal hem nog een keer laten zien. En als ik dan op een knopje druk, bijvoorbeeld deze, dan gaat er dus een geluidje spelen. Maar er zitten heel veel knopjes zitten erop. Dus af en toe doe ik even op een knopje drukken. Vinden we dat leuk? Nee, natuurlijk is dat niet leuk. Tuurlijk niet, maar we gaan hem gewoon gebruiken. Niks mee te maken. Vinden ze het leuk bij elke dead? Bij elke dead is dat leuk, ja. Even mijn pistool opnieuw herladen. Ja, het is te kinderachtig. Maar ik kan wel even vertellen waarom ik hem hier voor mijn neus heb. Ik had hem namelijk meegenomen naar mijn werk. En toen heb ik hem op mijn bureau neergelegd. En iedereen... ik zit natuurlijk op zo'n nerdafdeling. Hè, een beetje met computers en zo. Dan vinden we dit soort dingen al gauw heel leuk. Ja, dat is gewoon. We vinden dit soort dingen al gauw heel leuk. En wat gebeurt er dan? Je legt zoiets neer en heel veel mensen gaan erop zitten drukken. Nou, dat is toch hartstikke geinig of niet dan? Ja, vind ik ook. Maar wat ik zeggen wilde, we hebben trouwens, jullie horen het goed, we hebben vandaag een dame in de house. Ja, Vixels. Hey! De eerste dame op Boxkeeper Play. Jawel, ja, die meespeelt, laten we het daarover hebben. Er zijn al dames, ja, die zijn al lid. Dat wel, ja. Maar hoe moet je het zeggen, de eerste vrouwelijke soldier. De eerste vrouwelijke soldier. Ja, en ook gelijk de laatste waarschijnlijk naar deze avond. Ik heb een reputatie hoog te houden. Je weet het. Maar ik wil nog even vertellen op Boxkeeper Plays. Tuurlijk. Ik heb lang niks van me laten horen. Ik heb lang niks geüpload. Maar dat gaat weer goed komen. En dat kwam ook omdat ik op mijn internet zat te wachten. En de mensen die ook van Boxkeepers op mij zijn geabonneerd weten dat ik een hele tijd heb lopen. Ja, mag ik het even zeggen? Bitchen op online.nl. Sorry online. Jullie hadden me gewoon aangesloten. Maar mijn kabel zat op een dode lijn. Dus... ja, hier ben ik dan en in vervolg weer nieuwe video's. En laten we gaan beginnen, guys. Ja, man, zo is het. Nou ja, Titanfall dus, ja, op vele verzoek. Oké. Wat er gebeurt. No idea what I'm doing. Nou, even kijken of dit wat beter gaat dan Battlefield. Maar dat zal wel zo lukken. Ja, ja, dat gaat zeker lukken. Ik heb vandaag dus binnengehaald, dit spel. En... oh, wacht even. Ik zie al wat ik verkeerd doe. Wacht eventjes. Ik heb de verkeerde toetsencombinatie. Dus dat ga ik nu meteen even goed instellen. Even kijken. Mouse. Oh ja. Jezus, zitten we daar weer. Even kijken. Ik wil voor te rennen. Waar ben ik? Ja, jongens, sorry. Zit hier al in game of niet? Ja, ik zit er nu al in. Wat is hier eigenlijk de bedoeling? Ik zie een C, een B en een A. Dat zijn de points die je over moet nemen. Ah. Okay. En dan probeer je vast te houden. The domination. Juist, dat is het. Gaan we dat doen. Oké, nou ja, ik heb dit spel dus sinds kort. En eerlijk is eerlijk, het ziet er wel hartstikke mooi uit. Ik vind het wel een mooi spel. Jullie? Ja, zeker. Oh, ik ben ook dood ook. Ik heb binnen niet eens waarom ik dood ben. Waarom zijn deze deuren dicht? Oh, ik zie het al. Nou ja, het spel heb ik vandaag in ieder geval gehaald. En ik heb het absoluut niet gehaald. Ik heb 52 hele gigs heb ik naar binnen lopen slurpen. En ik heb 18 euro voor dit spel betaald. Ja, ja. Oftewel, pain in the ass. Pain in the ass. Voorlopig even geen geld meer uitgeven aan spellen, want ik heb er nog een aantal draaien hier. Ik heb binnenkort uiteraard ook op Boxkeeper Plays kunnen jullie een hartstikke mooi spel verwachten. En dat is Assassin's Creed 4. Die gaat er ook aankomen. Speciaal voor jullie. Hartstikke leuk. Ik ga onder havenklap dood. Ik ook. Hey, ik heb geen map. Maar daar ben ik ook gewoon echt heel goed in. Volgens mij moeten we dit wat tactischer aanpakken. Laten we allemaal naar B gaan. Ja, goed plan. Kijk. Nee. Ik ben gewoon Warframe gewend, sorry. Ja, dat snap ik. Kijk. Oh man. Mijn eerste kill. Nou, dat is toch even voor het gevoel is dat lekker.
Ik kan jullie niet joinen, jongens. De server zit vol. Wat? Ja, het is toch echt zo. Oh my god, nee. Oké, wat zijn de plannen? Hebben we een plan? Ja, er is iets van een plan. Ik was op B, maar ik was daar lichtelijk in de minderheid. Ja, ik ben inmiddels bij C zelfs. Oh. Maar ik heb ondertussen een Titan, dus nou gaan we een vreselijk kontschoppen hier zo. Ik heb er ook eentje, dus ja. Hey, ik ben wel steeds lekker een beetje aan het killen hier zo. Ja joh. Ja, vergis je niet hè, je moet pilot kills maken. Het zijn ook grunts hè, zijn, ja, wat zijn dat bots eigenlijk hè? Ja, maar die staan er een beetje te niks hè. Oh! Hey, maar wanneer kan ik mijn Titan verwachten? Hoe werkt dat een beetje? Rechts onderin beeld. Oké. Spawn as pilot. Press 4 voor Titanfall. Nou, dat klinkt heel goed. Go. Ja! Mijn Titan is onderweg! Bam! Zo, wat een ding zeg, hé. I'm in! Ik ben een Titan, guys. Nice. Gefeliciteerd. Je eerste Titan. Ja, man. Ik zit even te kijken waar ik heen moet. Vix, gaat hij goed of niet? Geef even geel als er bij jullie een slot vrij is. Join ik jullie. Ja, dat is goed. Ik weet alleen niet hoe dat eruit ziet. Misschien weet Rex het. Rex? Ja, nou, er zijn nog steeds genoeg spelers in ons team, dus. Oké. Ja, wat we ook kunnen doen is er gewoon uitgaan en dan even een jump cut erin gooien of zo, Martin. Ja, laten we dat maar even doen. Weet je, dat is wel zo netjes. Oké. Ja, toch? Ja, we gaan eruit, man. Zit ik hier met Titan? Nou ja, goed. Ja, ik zit ook. Ik ook eigenlijk in de Titan. Ja, maar Mark, je kan die kat gewoon toch wat te eten geven? Nog meer, of niet? Is die bak al schoon? Oké, het antwoord is ja, denk ik. Nou, zullen we er dan maar uitgaan? Het is moeilijk, maar het moet echt. Kom op, go. Ik ben net iedereen aan het afmaken. Ja, dat weet ik. Bloed, alles. Oh, leave match. Ik vind het verschrikkelijk. Nou, ik knip het er wel uit. Ja, we hadden toch met z'n allen afgesproken, ja. Maar dat is vrij normaal tegenwoordig. Want ook als je kijkt naar bijvoorbeeld het spel wat ik heel veel speel, Warframe, heb je ook volgens mij een maximaal squad van 5. Echt, ja, die zit nog in de open, die zit nog in de beta. Ook nog, ja, kun je nagaan. Ja. Maar je kan gewoon zien dat het van de makers van Call of Duty is. Want oud Call of Duty team dan. Ze zijn gewoon heel makkelijk van het oude concept uitgegaan. 6 tegen 6. Ja. Ik ben wel benieuwd naar de nieuwe Call of Duty eigenlijk. Ik ga hem sowieso kapot spelen op mijn kanaal. Ja, terecht. Maar Battlefield interesseert me niet zo. Ja. Nee, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind... Nou ja, ik weet het niet. Weet je, bij mij wisselt het. De ene keer heb ik er best wel zin in om te spelen. En de andere keer denk ik, nou, ik ben er nu wel even klaar mee. En net zoals nu hebben we Titanfall, denk ik, ja, daar wil ik voorlopig even mee spelen. Het wisselt bij mij altijd een beetje. Ja, maar dat is altijd zo. Maar ik heb heel sterk het gevoel dat de nieuwe Call of Duty, dat het een nieuwe hype gaat worden. Zeg maar dat het weer leven gaat blazen in Call of Duty. Ja, daar heb je best kans op. Of dat de mensen juist heel erg teleurgesteld zijn, omdat het lijkt op wat er al geweest is. Ja, weet je wel, het lijkt heel veel. Het lijkt heel erg op Titanfall, maar... Ja. Wat gaan we doen, jongens? Hardpoint? Nee, ja. Maar uit. Ja, maar uit. Ja, wat we net deden. Wat deden we net nou, Rex? Hardpoint. Ja, hardpoint, man. Nou, ik weet dat de volgende Battlefield wordt een flop. Die hardline, dat wordt niks. Ik vond het niet zo slecht hoor, als ik heel eerlijk mag zijn. Nou, ik denk niet dat het dat wordt. Ik denk dat heel veel mensen hem over gaan slaan. Ik moet je wel eerlijk zeggen, ik vond het meer op een expansion lijken dan op echt een nieuwe titel. Ja, nee, dat is het dan denk ik. Dat doen meerdere mensen, maar ik weet niet. Ik moet nog kijken. Ik zie wel. Ja, nou ja. Maar wanneer wordt hij dan gereleased? 2015 pas toch of zo? Ja. Maar wat is het dat officiële team van Battlefield aan het doen dan? Want die zijn, maken... Nieuwe, denk ik. Ja, ik denk dat ze met de nieuwe Bad Company gaan komen, als ik heel eerlijk mag zijn. Hey, kunnen jullie dit gesprek niet gewoon even vasthouden voor in gameplay? Dan wordt het ook nog interessant om naar de video te kijken. Snap je wat ik bedoel? Ja, goed hè. Prima.
Moet je gewoon even zo even overnieuw beginnen. Ja, hij loopt nu al. Ik ben al aan het opnemen, daar niet van. Maar ik knip dadelijk, als ik ga editen, knip ik gewoon een heel stuk tussenuit. Even kijken. Oké, nou dan gaan we weer. Ik doe wel een Rifleman. En een tank. En tank, zo is het. Waiting for players. Jumping to location. Oké, dan kondig ik even in ieder geval even Mark weer ervan. 5, 4, 3, 2, 1, go! Yes. Nou, zoals je ziet. Eindelijk zijn we compleet. We hebben iedereen in hetzelfde team zitten. We hebben, ja, ik moest het andere potje helaas onderbreken. Mensen thuis hebben kunnen zien dat ik owned. Ik was echt lekker bezig. Oké, overdrijf is ook mijn kunst. Maar ik ging aardig. Maar goed, we zijn nu met z'n allen compleet. Hey, guys, jullie hadden het net even ergens over. We hebben het uiteraard weer heel even over Call of Duty gehad. Yes. Geitspel, joh. Ja. Okay. Nee, we hadden het over Battlefield, jongen. Ja, onder andere. En Call of Duty. Ja, Advanced Warfare, ja. Call of Duty is baas. Ik denk dat de nieuwe Call of Duty weer de leven gaat blazen in de franchise. En ja, hoe zeg je dat? Dat veel mensen weer liefde gaan voelen voor de game. En Hardline, dat zei... wie was dat? Lanitra zei dat het een flop gaat worden, toch? Ja, ik denk dat het niks gaat worden. Het wordt wel een... Het zal erom spannen, weet je. Ja. Wat jij zei, er zijn... het voelt meer als een expansion. En ik denk dat heel veel mensen daarom gaan zeggen van ik sla deze lekker over. Ja. Ja. Wie zit er nou in? Wie zit er tegen? Ja, ik, jongen. Ik. Maar hoe, waarom? Frankie, my man. Maar waarom echo je zo, my boy? Ik heb geen idee. Echo ik echt? Ja, je echoot als een dolle zelfs. Ja. Hey, ik wil trouwens met jullie meedoen, maar ik mag niet meedoen. Wat is dat voor? Ja, ik vrees dat we er dan toch weer uit moeten. Wat een scheid zo. Sorry. Ja, er is zo'n noob bij ons in het team komen zitten. Ja, hi. Ja. Hey, maar eventjes voordat we helemaal stilvallen, zullen we dan gewoon besluiten om er nu uit te gaan? Maar met zoveel zijn we nou? Laten we dat even. 6. Zijn we met 6? Als ik zie er 6 ingelogd staan. Ja, maar 1 hoort niet bij ons. Ja, die meest die hoort er niet bij. Kom op, man, gaan we er even uit. Sorry, maar het moet echt even. Maar ik zie 6 mensen in Teamspeak, want ik kom. Titanfall kom ik niet in. Dus. Nee, dat klopt, want er zit even in vol. In Teamspeak, inclusief jezelf. Nee, ja, inclusief mezelf 6 mensen op Teamspeak. Okay. Ja, dat komt goed. Doe die shit. Eindelijk. Nou, Martin, spam die shit. We zijn eindelijk, ja, ik heb de intro is er al. Dus ja, we haken weer in nu. Eindelijk zijn we compleet, echt compleet. We zijn met z'n zessen. De welbekende Lanitro, Sasse, Vixus, Rex en je boy Boeing 767. We zijn in totaal met z'n zessen. En ook deze keer krijgen we het voor elkaar. Iedereen rent onafhankelijk van elkaar door het veld heen. Er is eigenlijk iedereen hoor. Ik volg jou al mooie billen. Laat eens kijken. Ah, ja. Oeh, man. Niet weer deze versiertruc, hè? Echt, jongens, regel een hotelkamer of zo. Serieus. Eerst uit eten. Hey, luister eens. Ja. Ik heb geen kaart. Kan dat? Nou, dan kopen die toch? Nee, maar even. Is dit? Hey, wat? Hij moet linksboven in beeld. Dan moet hij gewoon staan. Hoor. Oh, excuus. Nou ja, ik zit links onderin te kijken, joh. Noep. Hey, ik hoor hier. Doe jezelf nou een plezier. Doe dat nou niet. Even kijken. Ik hoor hier beneden. Diabetes. Hier beneden lopen ze. Waar schieten jullie nou op? Nou daar. Hey, loopt iemand met een onzichtbaarheidsvinkst. Ah, hij heeft mij gekild, man. Oh. Hij zit onder het huis. Ja, ik heb hem. Smart pistol. Dat is echt de ergste klas die je kan maken in Titanfall. De smart pistol. Ja, dat is echt verschrikkelijk, die smart pistol. Dat is echt van mietjes, man. Ja. Kan iemand mij even uitleggen wat dat nou precies inhoudt? Spawn en pilot. Wil dat dan zeggen dat ik dan pas mijn Titan kan oproepen als ik een pilot ben? Volgens mij slaat dat helemaal nergens op. Ja, het is zo, als je dood bent, kan je ook gelijk je Titan spannen. En dan val je gewoon naar beneden. Meer dan dat is het niet. Als je Titan ready hebt. Oké. Ik heb dat nog nooit gezien. Het ziet er wel grappig uit, maar ja. Oké, aas genomen. Go, go, go. Alright, krijg je relatief heel veel punten voor die spawn points. Nee, valt wel tegen, toch? Oeh, ik word doodgeschoten. Domination shit. Points. Ja, dat doodgaan is hier mijn grootste hobby. EMP, EMP. Ja, shit. Dammit, ik ben aangevallen bij B. Welk punt gaan we opnemen, jongens? Richting ik ben bij C. Wow, er is gewoon een plan. Even wachten. B. Er is gewoon een plan.
Ja, 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 er is een plan. We moeten naar B. Oké, here I come. En dan ga ik dood. Yes. Oké. Ik loop als een blinde weer. Niet boos hier. Er zit weer iemand te spammen. Echt smerig, jongen. Smerig. Oh, er is een Titan. Die staat bij de ingang van B. Nice, box. Zo, ja. Ik kikte iemand, jongen. Goed bezig, Sasser. Ja, toch? Mijn Titan is ready. Zal ik hem opnieuw? Ja, die van mij staat er ook. Hij is ook klaar. Oké, komt-ie. En toen was ik dood. Ah, the fuck. Waar is mijn fucking Titan? Bring me my Titan! Yes, that is my Titan! Hey, wacht even, dan ren ik even op je mee. Want ik wil naar mijn Titan. Breng me even naar mijn Titan, Diabetes. Ja, wacht op. Oh, Diabetes. Waar lopen die gasten? Ja! Hey, jij hier! Hey, Lanito! Hi, jongens! Dat is wel even wennen! Denk als een groot stoer apparaat en dan een vrouwenstem. Niet dat vrouwen niet zo... Nou, laat het ook maar. Uh-oh. Oké, nice. Maar daar ging mijn Titan. Welke Titan? Hey joh, rodeo attack. Klikken. Even kapot schieten. Ben je? Ik ben jaloers op jullie. Jullie hebben allemaal je Titan nog. Ja, dan moet je dan liever zijn, hè? Hij ja, is niet lullig bedoeld, maar ik rij op jou. Je hoeft er voor de rest niks achter te zoeken. Oké, ik word aangevallen door twee Titans tegelijkertijd. Dus dat is een Ik kom eraan. Ik zag je volgens mij nog lopen ook. Zit je dit nou te kijken en denk je, mijn god, ik wil hier eigenlijk wel heel veel meer van zien. Laat het even weten en laat een reactie achter onderaan de video. Oh my god, laat dat ding opnieuw! Waar zit die box? Hey, even een hele stomme vraag. Doen er ook bots mee, of niet? Ja, ja, vol gas. Oh, vandaar. Oké. Okay. Net... Alles waar Grunt boven staat, of heb je nog meer Spectre? Ja. Dat zijn gewoon, dat weet zijn ik bots. Veel, opvulling. Oh, shit. Oké. Okay. Box, waar ga je heen, jongen? Echt? Hey. Hey. Hier is een Titan die hier zo. Oké, die kan je nog niet slopen. Box, waarom schiet je niet op dat ding? Omdat ik al een Titan aan het achtervolgen ben. Die tegenstanders hebben een beetje veel Titans op het moment. Ja, dat zeker. En we worden ook goed geowned ook. Zo. Zo. Even kijken, is dat zo? Sta ik... ik wou bijna zeggen, sta ik bovenaan, maar laat maar. Damn! Ja, dat is complete ownage. Wow! Zo, dit is complete ownage. Ik dacht, ik ben lekker bezig. Ja, je bent zeker lekker bezig, maar je staat onderaan. Dat kan niet. Ja, ik sta origineel onderaan. Ik heb net even zitten kijken. Oh, Titan. Hey, niet weggaan, Diabetes. Er komt de Titan aan. Ja, ik heb er hier eentje, die is nu kapot. Enemy Titan is destroyed. Oké. Okay. Ik wou dat die gasten wat harder konden lopen, joh. Achter ons. Ben ah, joh. Ja. Zo, het zijn er twee gewoon. Hoe doe je ook alweer je shield? Q. Thanks. Oh, dat is bij mij iets anders, Q. Damn, wat gebeurt er allemaal, man? The fuck, hoe kan dat nou? Wow. Komt een groep aan, jongens. Waar? Ach ja. Waar ben jij nu op het moment? Ik loop richting B. Ik word echt geraped hier dat al een tijd. Ik zit bij C in de buurt. Hartstikke dood. Ik ben echt onwijs aan het zoeken en aan het wennen nog eventjes. Oh. Spawn is Titan. Bam. Oh, dat is zo'n nuclear Titan, of niet? Ja. Yes, achter ons heen. Ja, ik zie hem. Ik help je mee. Oh, evacueren. Oh, defeat it, jongens. Eerste potje defeat it. Concretions, you leveled up. Oké. Okay. Get to the shit, waar moeten we heen? Checkpoint. Dat hele grote ding op de kaart. Ja, je moet even op je kaart kijken. Arriving. Is er nog iemand met de Titan in de buurt van ons, jongens? Ik kan er eentje roepen.
ben bij de... Ah, what the fuck. Bij de evac point nu. Alleen de dropship is er niet. Ah, damn it. Ik heb het niet gehaald. Ik ook niet. Klote tijd, jongen, echt. Hier op met dat ding. Wat gebeurt er allemaal, man? Wajo! Ik zit in de choppen. Go to the choppa! Get to the choppa! Ik ga hem net missen, man. Ah, jezus. Laat het. Ah, ik drop zelf dood. Geweldig. Wat? Ik spring uit mijn Titan. Ik denk, ik maak echt een of andere coole move. En dan spring ik zo, weet je, Schwarzenegger wijze. In dat dropship. Nou niet. Op mijn bek. Op de grond. 300 meter daaronder. Oh my god. Niet goed. Ja, misschien is het beter voor de noobs onder ons als we even een potje attrition spelen. Team deathmatch. Hoe heet dat? Geen deathmatch. Noobs, hij bedoelt jou. Hardpoint is wel goed op zich. Frank. Nou Frank, we gingen aardig lekker vorige keer, hè? Hey guys. Ja. Hey, luister eens. Ik wil deze eventjes, even als voorproefje, wil ik deze even achterlaten. Willen jullie nou meer Titanfall zien? Laat dan even een duimpje omhoog achter en een reactie onderaan de video. En ik heb trouwens ook nog een opmerking. Wil je fixes nog vaker horen? Wat we eigenlijk allemaal willen, laat het even weten. Dat is uiteraard de dame in het gezelschap. En dan ben ik echt heel benieuwd wat er hierop gaat komen. Jullie nog een laatste woord? Nee. Nou, bij genoeg likes wil ik best wel een videootje gaan maken. Ik stel voor, kijk. Ik stel voor, ja, even applaus, ja ja, ik stel voor. Waarschuwing, ik ben super sarcastisch. Ja ja, wij ook. In ieder geval, bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Toodaloo bij Doki. Vond jij dit nou leuk? Klik dan op abonneren en druk op het duimpje omhoog. Oh ja, laat ook wat commentaar achter onderaan de video's. Tot de volgende keer!